Van de week even een middagje over NEC praten bij Marcel Boekhoff. Oh ja, dit is de eerste keer dat je hem ontmoette toch ook, hè? Ja. Ontzettend leuke man. Maar die zit daar in Oude Hans Dierenpark. Ja. Heeft hij zijn kantoor boven op de Apenrots gebouwd. Maar dan heeft hij een prachtig directiekantoor. En er zit in het midden een soort, zo'n soort gemetselde waterput. Ja. Met een deksel erop. En die doe je dan open. En dan zitten de orang-oetangs. Zit je beneden in het hok van de orang-oetangs, hè? Daar had hij jou ingezet? Niet lachen om, hoor, want... als die zegt van de dom. Ja. Nee, maar die... kijk, dat mag je niet doen, want die dingen schijnen zo ontzettend sterk te zijn. Maar die klimmen dan erboven en die kunnen niet door die opening... maar die kan met die hand erboven. En dan heeft hij zo'n stalen ding en dan geeft hij een banaan aan, hè? Ja, maar dat is die man zijn hobby, hè? Dat dierenpark. En om zijn huis heeft hij ook zo'n heel dierenpark. Ja. Hij zou ze geen HEMA-worst geven. Nee, maar je kunt ook... Kijk, die man heeft zo'n zelfspot, hè. Hij zegt, ja, verleden week had ik 800.000 miljoen. Nou, 800 miljoen, ja. 800 miljoen. Ja. En nu nog 400, want de HEMA is mislukt. Ja, je kan wel leuk hij doet wel geweldige dingen. Ze hebben daar in dat dierenpark, Oude Hans Dierenpark... heeft hij gewoon een megacentrum ingericht voor ouders met ongeneeslijk zieke kinderen. Om die een dag te geven daar. En dat gaat het hele jaar maar door. Kinderen die onder de armoedsgrens leven. Met broer en zus en vaders. Dat regelt hij allemaal. Ja, dus het is niet alleen eventjes Formule 1 kijken. Het is ook wel, hij heeft wel zijn hart op de goede plek. En, ja, best wel een overgave. En NEC... laat hij nooit zakken, hè? Moet van zijn vader ook, want heeft hij zijn vader beloofd. Heeft zijn vader op sterfbed beloofd, ja. NEC nooit laten zakken. Maar hij heeft me nu een vertrouwen verteld. Je wil niet weten wat hij in NEC gestopt heeft. Maar dat heeft hij in vertrouwen verteld, voor de duidelijkheid. Nee, mensen thuis allemaal even de vingers in de oren doen. Dan kun je het even hier vertellen. Ja. Vertel, Johan. 22 miljoen. Heeft hij in vertrouwen verteld, in zegt al die net. Jaar. Maar dan kunnen we toch eruit knippen, dit? Nou ja. Is dit live dan? Ja, dit is live, ja. Ah, dan heb ik een probleem. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar kijk, zo'n supporter is het. Hij laat zich nooit zien. Hij heeft daar een box, maar in de bestuurskamer. Hij bemoeit zich nergens mee. Een hele gezellige box is dat, hè? Nederlandstalige muziek. Ja, het beste café van Nijmegen, zeggen ze. Ja. Maar aan het eind van het jaar, dan komen ze altijd tekort. En dan weten ze het niet meer. En NEC komt nooit in het nieuws van dat ze weer in gevaar zijn. Want... dan legt hij het tekorten weer bij. Maar dit is in vertrouwen verteld, hè, voor de duidelijkheid. Heel in vertrouwen. We houden het stil, dit. Hè? Moeten we allemaal ook hier afspreken? Ja, u ook even niet verder vertellen, dit. Hè? En ook thuis gewoon, houd het even onder ons. Praat er met niemand over. Nee, gewoon niemand vertellen. Maar kijk, dat zijn de stille supporters. Kijk, hij heeft dat nooit ergens geroepen. En dat vindt hij helemaal niet erg dat ik dat zeg. Oh. Maar hij houdt die club gewoon helemaal in zijn eentje in stand. En dan zijn er van die kleine sponsortjes. Die staan altijd in de Gelderlander. Ja. Want dat zijn de redders van de club. Ja. Ja, die stoppen nu ook mee, denk ik, na dit verhaal. Die geven dan 3000 Die denken, ach, die Marcel doet het toch wel. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.